Vrienden, even tussendoor, even een verhaaltje van huishoudelijke aard. Ja, want ja, ik ben aan het babbelen met Jut gewoon. En ik gooi gewoon iets op, hè. Wat me zo te binnen schiet. En nou, dan kom ik me daar toch gelijk weer in een soort van heftige discussie. Schuine streep, lichte oneenigheid. En ja, maar ja, ik zei alleen maar tegen Jut. Ik zei, luister, die vrouwen hè, in die B&B vol liefde. Zeg maar, die Hysterica en die Doremi Fasol. Dus ik zeg tegen haar, is het nou zo dat vrouwen gewoon eigenlijk gewoon gekker zijn dan mannen? Daar had ik wat gezegd. Hoezo? Hoe kom je daar erbij? Ik zei, nou ja, luister, dat kan dan toch waarschijnlijk. Want ik bedoel, ja, misschien door hormonen, ijsprongen bij jullie, het vrouw zijn in het algemeen. Maakt dat jullie dan gekker dan wij mannen? En jij bent van die vrouwenclub, dus jij zal het wel weten. Nou. Huis te klein. Nee, jullie zijn toch ook wel eens gek? Ik zeg, ja, wij zijn ook wel eens gek, wij mannen. Maar zijn wij dan in onze gekte net zo gek als jullie? Want die vrouwen die raken dan echt, hè, zoals in die B&B voel je, helemaal de weg kwijt. En wij mannen zijn dan, dat idee heb ik gewoon, niet helemaal zo maf. Ja, nee, alsof jullie niks... ik zie, ja, wij hebben ook van alles. Als man, dat weet ik ook wel. Ja, wij zijn ook wel eens ongelooflijk vervelend. En we zijn ook een stilletje horken. En wij zijn ook ongelooflijk saai. Dat weet ik ook wel. En we zijn ook egoïstisch. En dat kan allemaal wel. Maar zijn wij net zo gek als jullie dan in onze gekte? Dat is dan de vraag. Dat vroeg ik alleen maar. Die gooide ik gewoon zo op. Toen zegt ze, maar dit zijn maar twee vrouwen waar je het over hebt. Zegt ze, dat is dan toch niet representatief? Hoor ik ineens roepen vanuit de keuken. Niet representatief. Dus ik riep gelijk weer terug. Hoezo representatief? Sinds wanneer moet dat? Ik zeg, ik ben Maurice de Hond toch niet? Dat riep ik terug. En zij weer, narig. En gewoon van, ze zei, ah, het is helemaal onzin. Wat je uit de kraam en het slaat helemaal nergens op. En zo gek zijn wij niet. Nou goed, en daar zitten we nu. In dat verhaal zit ik nou. Nou, dat wou ik maar eventjes vertellen, vrienden. Ja, dat is dan de vraag. Zijn vrouwen gekker dan mannen?